Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. In de vorige aflevering zijn we dus zeg maar terechtgekomen in hard mode en is de wereld een stuk gevaarlijker als dat die eerder was. In deze aflevering gaan wij eerst beginnen met een heleboel Wall of Flesh Farming, nou dat het nog redelijk te doen is. Maar voordat ik dat ga doen, ik heb dus offscreen, nou ja, niet offscreen, want mocht er iets gebeuren, ik neem alles op just in case om niks te missen. En zo heb ik toevallig een scène opgenomen dat ik aan het farmen was voor, Guide Voodoo Dolls. En dan zijn we al gelijk een nieuwe vijand tegengekomen. Het beeld gaat nu hier al eventjes naartoe. Je ziet daar een paars kistje, maar dat is geen echt kistje. Dat is een mimic. Mimics zijn zeer gevaarlijke vijanden, zoals je daar ziet. Ik heb er een behoorlijke moeite mee om hem te killen. Maar droppen altijd geweldige items. Mimics die passen zich aan in de omgeving. In een grot ziet het eruit als een goudkistje. Het kan eruit zien als een shadowkistje in dit geval. En hij dropt dus altijd een hele goede item. Kan een wapen zijn, kan een accessoire zijn. Kan van alles eigenlijk zijn. Ik denk dat nu die scène afgelopen is. Ik hoop het in ieder geval. Maar ja, dat is dus zeg maar de Mimic. Een van de gevaarlijkste vijanden. Nou ja, het is een gevaarlijke vijand. Maar op zich kan hij heel erg veel goede stuff droppen. Dus zeker handig. En ik zie dat Abraham de Traveling. Ik hoop dat we weer terug zijn met dit beeld. Editor, jij fixt dat wel. Dus nou ben ik offscreen. Of ja, ik heb het opgenomen, daar niet van. Maar ben ik even een tijdje bezig geweest. Waar is die Traveling Merchant? Ik wil kijken wat voor zut dat hij heeft. Ik zie hem niet. Waar is hij? Oh, hij staat op een dak. Traveling Merchant, kom van dat dak af. Ik waarschuw niet meer. Oké, nou. Even kijken wat hij heeft, toch? Dus, maar ja, ik zal zo ook even gelijk dat nieuwe wapen laten zien. Even kijken, shop. Niks boeiends. Waar staat? Paintsprayer. Nou, lekker belangrijk. Zoals je dus ziet, zeg maar, ik heb hier de Celestial Magic Dagger. 44 magic damage is een van de fijnste wapens die je dus zeg maar in het begin van hard mode kan krijgen. Dus daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Wat ook heel erg goed nieuws is, is dus zeg maar als ik bij onze bosses ga kijken, moet je kijken hoeveel guides dat we hebben. Dus als eerste gaan we dus, want we hebben nog twee dingen nodig van de Wall of Flesh. En ja, met mijn let's play geluk neem ik dus geen enkel risico. Dus wat ik ga doen is, ik ga gewoon nou een montage beginnen van de Wall of Flesh. En zie jullie met de gewone oorspronkelijke audio commentaar in een seconde. Dus laten we maar wat guides gaan killen. Oh nee! Oeh, een blindfold! Dat is een van de items die we nodig hebben van hetzelfde categorie Nazar. Oh, dat we die al gewoon hier bij toeval hebben gevonden. Daar ben ik heel erg blij om. Nou heb ik ook, en dat was bij de verloren aflevering waar ik gisteren over praatte. Heb ik ook de vitamine te pakken gekregen. En volgens mij werden die gedropt door de vliegende Soul Eaters. De grote versie daarvan, de hard mode versie van die beesten. En dus we hebben alweer twee nieuwe items gekregen. Ja, die heb ik dus te pakken gekregen op het moment. Dadelijk als we dus zeg maar weer terug in boven zijn en klaar zijn met Wall of Flesh. Zal ik zeker laten zien hoe dat die eruit zien. En waarvoor dat ze dus zeg maar zo belangrijk zijn, dankjewel. Dus ik heb jullie er nou toch heel eventjes bij. Dus ik hoop deze plek even voor een lange tijd niet meer te zien. Dus het is makkelijk dat we hier naartoe zijn geknipt. Dus editor, maak hier maar de compilatie. We hebben genoeg guide voodoo dolls bij ons. En Fiverr heeft er ook zin in. Dus here we go. Denk ik. Oh, ik word belaagd door vuurballen. Even wachten, hier gaan we nog niet. Waar ben je? Oh, daar ben je. Hi, doei. Oké. Fast forward commencing! Kijk naar al die zooi. Oh my jeez. Oh. Zoveel Wall of Flesh's verslagen. En we hebben maar één van de twee die we dus nodig hadden. Ah, dit wordt geen trend.
Pun, sorry, moest het even doen. Oké, dus we hebben ontiegelijk veel voor elke wallenfles die je dus verzamelt, krijg je dus zeg maar een Bonehammer. We hebben nou een Godly Laser Rifle, die heb ik gelijk vervangen. We hebben heel veel Rootless Breakers, Sorcerer Emblems. Ik denk dat ik deze heel eventjes omdoe. Welke mag weg dan? Ja, ik wil die eigenlijk houden. Deze die gebruik ik echt niet meer, dus ik denk dat ik die de hele tijd tussendoor ga swappen. Dan moet ik wel zeggen dat die best eigenlijk wel handig was tegen de Wall of Flash. Dus zeker handig dat ik die bij me had. Maar... Oké, nou eventjes bij de accessoires. Hier heb je trouwens die vitamine waar ik het over had. Die we dus zeg maar van dat beest hadden gekregen. Dus we hebben al 3 van die items die we dus nodig hebben. Nou, deze had ik al apart gelegd, dus ja... Yeah. Ik denk dat ik maar gewoon deze aflevering ga vullen met wat we eigenlijk nu van plan... ...of wat we eigenlijk horen te doen op dit punt. Dus ik ga heel eventjes mijn inventory clearen en ik zie jullie in een seconde. Oh, en trouwens, wacht even voordat we naar een seconde toe gaan. We hebben weer een trofee erbij gekregen, de Wall of Flash trofee. Dus ik loop gewoon mijn huis voorbij, hè. Niet grappig. Oké, nou, weet je wel, die mag dan mooi in een andere hoek hangen, waarom ook niet. Ik bedoel, trofeeën zijn ervoor... om ze op te hangen. Dus ik ga heel eventjes de zut verkopen die we dus zeker niet meer nodig hebben. En ik zie jullie in een seconde. Oké, nou al onze ingrediënten eindelijk gestackt te hebben. Moet je kijken hoeveel... Oh, ik heb al ge... Ah, dat was heel erg slim. Maar kijk, echt. We hebben al die zut nou verkocht. En wij zijn ondertussen de rijkste mensen van Terraria ondertussen, zeg. Zo, hey. We hebben ondertussen... 2 platinum coins gewoon te pakken gekregen. Van al die stuff die we verkocht hebben. En van al die Wall of Flash runs. En het ergste is, we moeten het nog een keer doen. Want we missen nog één ding. Zoals jullie zien, ik heb nou de Ranger Emblem geëquipt. Dat zorgt voor 15% extra range damage. Dus dat zorgt voor onze. Ja, voor ons geweertje. En voor onze andere geweertje. Dus extra damage. En we hebben nog de melee versie nodig. Dus we moeten nog een paar Wall of Flash runs doen. Maar dat bewaar ik voor de volgende aflevering. Hoi. Hi. Willen jullie alsjeblieft even sterven? Dank je. Oké, dus de volgende stap die we nu moeten doen is... we hebben nu dus zeg maar een Bonehammer gekregen van de Wall of Flash. En dat is eigenlijk de sleutel voor wat we dus nu moeten gaan doen. We moeten nu richting de corruptie. En daar hebben we heel veel demon altars liggen. En die demon altars die moeten we nou dus zeg maar kapot gaan maken. Dit kan alleen maar op het moment dat je in hard mode zit... En dat zorgt ervoor dat de nieuwe ores in je wereld gaan spawnen. Dus, hi. Wil alsjeblieft. Dank je. Dus dit is zeker een van de belangrijke dingen die we moeten doen. Dit zijn de Demon Altars. Die kunnen we dus nu eindelijk breken. En wil je alsjeblieft. Dank je. Oké. Eventjes extra mana terug. Dus laten we die maar even snel gaan breken. En dan zien we dus wat voor ores dat we gaan krijgen. We krijgen kobalt. Ja, jij bent lelijk. We krijgen Mithril, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. En we krijgen Titanium, dus dat zijn eigenlijk de dingen dus, zeg maar, die we nu nodig hebben. En hoe meer dat je er breekt, hoe meer dat er eigenlijk dus spant in je wereld. Hi dudes, willen jullie alsjeblieft ook even, Jij ook, gaat het spel uit. Wegwezen! Oh, dat zijn een heleboel dudes. Oh boy, oké. Oh boy, 5 weer beschermen. Oh boy. Dit zijn heel erg veel dudes. Oh boy. Oké. Goed. Dus. We gaan ze breken. Allemaal. Oh nee. Dit is een gevaarlijke plek. Oké. Sterf. Dank je. Ja, ik ben echt een liefhebber van de Magic Dagger. Zoals jullie eens kunnen zien. Ik ben er heel erg blij mee. Dus oké. Jij uit het spel. Ja. Oké, hebben we er nog meer? Ik zie er hier nog een paar. Oké, allemaal uit het spel. Allemaal. Ik sla jullie allemaal. Even een beetje licht. Ik bedoel, het is hier nogal donker. Hallo. Zoveel... Oeh, dat was eventjes een legspike. Dat er een behoorlijke chunk was bijgekomen. Oké, daar ben ik alleen maar blij om. Oké, dus die hebben we nou allemaal gekilled. En... Oh boy. Als je die dus killt, dan komen er dus zeg maar deze doodles op je af. En we hebben er heel veel gekild en er komen heel veel doodles op ons af. Oké. Ga uit het spel. Allemaal. Wegwezen jullie. Weg. Oh boy. Ik moet er nog meer killen. Of meer van die altars eigenlijk destroyen. Dus des te makkelijker dat het gemaakt wordt om die ores te vinden. Waar we dus zeg maar onze nieuwe armen van moeten maken. Dus vandaar dat ik er zoveel mogelijk wil killen. Dus dan gaan we sowieso langs...
Jongens. Wijziging van plan. Even snel deze nog even mollen. Ik hoor dat het namelijk regent. En bij de regen is er iets heel belangrijks wat ik wil krijgen. Oh, kijk nou, toch is heel veel kobold al hier. Maar ja, het regent, dus dan moeten we eerst even iets anders doen. Kom op. Even snel breken. Even snel breken. Even snel breken. Even snel breken. Alles even snel breken. Even snel breken. Oh, zoveel doodles. Zoveel doodles. Oh boy. Ik kill jullie allemaal. Ik hoor regen, jongens. Ik wil zo snel mogelijk naar buiten toe. Oh boy. Deze die blijven me anders toch achtervolgen. Dus beter dat ik ze nu kill. Beter dat ik ze nu kill. Oh, zoveel damage. Oh, zoveel damage. Oké, nou. Oeh, bris vers klok. Dat is één ding wat we nodig hebben. Oh, daar ben ik heel erg blij mee. Oké, snel naar huis bezig. Oké. Het regent. Het regent. Het regent. En ik word nat. Holé. Wat we nou moeten doen? Ja, ja, dat weten sommigen wel. Ja, ja. Ik weet niet waarom dat ik te zong. Oké, dus ik wil heel eventjes naar mijn materialendoos heel eventjes een blue candle pakken. Want met regen spant er dus zeg maar verschillende soorten vijanden. Waaronder een angry nimbus. Dat is een boos wolkje dat dus zeg maar spant op het moment dat het regent. Nou heb ik hier dus zeg maar onze battle arena. En daar wil ik dus gelijk eventjes de blue candle eventjes op plaatsen. Ik wil plaatsen, niet vasthouden. Gewoon plaatsen. Zo, kijk zo. Poef. En nou hoop ik dus als die angry nimbus spant... om een Nimbusrot voor elkaar te krijgen. Nimbusrot is een van de fijnste wapens die je dus kan krijgen, naar mijn mening, in hard mode. Dus nou hoop ik zeker dat we er een paar tegen kunnen komen. Dus aangezien dat het even farmen is en destroyen en weet ik het allemaal nog meer, laat ik dit zeker aan jullie allemaal zien. Tenminste de eerste keer. Ik bedoel, jullie weten mijn geluk met let's play, vloek en alles. Dus zeker handig dat we nou zien dat het regent. Hallo, jij bent ook een nieuwe gemeen beest. Dat dood... Ah, Nimbus! Nimbus, de eerste Nimbus die we tegenkomen, dropt hij hem? Nee, natuurlijk niet. Dat zou zo mooi zijn geweest. Dat zou echt zo mooi zijn geweest. Oké, nou. Nimbus! Nimbusje! Wij zoeken de Nimbusje, ja, want die heeft een Nimbusrot, ja, ja. Dat is een sterk wapen, wat heel erg fijn is. Dat zorgt voor beter zut. Hoezo span jij hier al? Ik bedoel, hier horen wij helemaal geen corruptie. Is de corruptie hier al verder? Oh, daar zit de corruptie al. Oké, lekker belangrijk. Sterf! Oh, ik heb geen mana meer. Kijk, en dit is dus het moment dat ik heel eventjes omswap. Dat alle damage die ik neem, dat om wordt geconvert in mana. Wat zeker wel erg handig is. Wil jij alsjeblieft heel even het spel uitgaan? Hier. Eet mijn handpistooltje, meneertje. Dank je. Oké, Nimbus! Nimbus! Van Dragon Ball Z, waarom ook niet? Oké, dude. Ga uit spel. Ja, uit. Ga weg. Maar ja, ik gebruik nog steeds de media bullets, omdat, ja, waarom ook niet? Ik wil een Nimbus. Nou ja, eigenlijk een angry Nimbus, dat is al goed genoeg. Dus, ja, ga uit het spel. Zolang je geen Nimbus bent, ben je niet welkom. Wij zitten te wachten met smacht op Nimbus. En ik laat dit niet te lang zien, want het is farmen. Dit valt onder farmen. En... oh, nee. Oh, nou dat we dus zo dicht bij de corruptie zitten, krijgen we dus constant van die beesten. Daar zit ik eigenlijk niet op te wachten. Ik heb liever Nimbus. Nimbusje. Komen ze nou op me af? Zijn ze gediespand? Ah, nee, ze zijn niet gediespand. Ah, ze zijn niet gediespand. Ga weg. Oh, zoveel gedoedels. Ik kan... ga jij eens even weg. Ik kan ze niet raken. Handgeweer. Boom. Sterf. Oké. Hallo. Ik wil een Nimbus, jongens. Kom op. We hebben er pas eentje gezien. Ik wil er meer. Ik wil er zoveel. Ik wil al de Nimbus. Ik wil zoveel Nimbus als mogelijk. Oké. Ga uit het spel. Allemaal. Jullie zijn geen Nimbus. Oké. Ah, weer zo'n dude. Ah, ja, bedankt voor je klok. We hebben al vier van de wapens, of vier van de items die we nodig hebben. Het is shackle. Oh, leuk. Daar zitten we op te wachten. Wil je een shackle? Nee. Ik zit niet te wachten op een shackle. Ik wil een Nimbus. Jij bent geen Nimbus. Jij bent een heel erg stinker. Nimbus! Makker! Ouwe! Klootviool die geen rot dropt. We gaan niet hetzelfde als de livestream krijgen. Absoluut niet. Nee. Ik weiger. Ik refuse. Ik heb daar zo geen zin in. Ik bedoel, we hebben al een Nimbus. We hebben al een Nimbus, wou ik zeggen. Was maar waar.
We hebben al een Let's Play vloek gehad. Voor de zekerheid, volgens mij moet ik heel eventjes hier. Want dan spread de corruptie niet naar deze kant. Maar, we hebben al een beetje Let's Play vloek gehad. Door zoveel Wall of Flashes te hebben verslagen. En dus, zeg maar, geen... Oké, de nacht is voorbij, dat is fijn. Maar om dus, zeg maar, al zoveel Wall of Flashes te hebben verslagen. En dus, zeg maar, geen, ja... Niet alle items die we nodig hebben. Ik bedoel, we hebben er echt heel erg veel verslagen. Dus ik wil en zal en moet en krijg nu gewoon een Nimbusrot. Zullen we de afspreken spel? Zullen we gewoon vriendelijk zijn? Zullen we gewoon zeggen van... Ah, Zelda player, we hebben je weer lopen treiteren een beetje met een Let's Play vloek. Dus hier heb je een Nimbusrot. Gewoon de derde die we tegenkomen. Gewoon de derde Nimbus die we tegenkomen. Gewoon, hoppakee, derde Nimbus. Geef ons gewoon hier een Nimbusrot. Zijn we heel erg blij. Zijn we een heel erg blij konijntje. Fiverr is dan een heel erg blij konijntje. Laten we dat gewoon doen. En ik had trouwens één reactie gekregen op een Fiverr, dus zeg maar een mooie prijs zouden krijgen. Zoals Fiverr eruit ziet. Hey, daar hebben we die foto van Fiverr weer. Maar ik denk dat ik dat zeker ga doen. Oké, jij gaat hem worden. Jij gaat mij de Nimbusrot geven. Ik haat jou. De Nimbusrot heeft 7% kans om gedropt te worden door een Angry Nimbus. Dus dat is iets van 1 op de 13. Dat is best wel een grote kans dus. En het is mijn lievelingswapen, een van de lievelingswapens in het spel. Dus, spel. Zou je zo vriendelijk willen zijn? De volgende Nimbus die we tegenkomen, dat wordt de laatste. Dan gaan we dus de montage starten van alle Nimbus die we tegen kunnen komen. Dus, ja. Yeah. Beste corruptie, beest, Donrol. Deze is trouwens nodig om een baas op te roepen. Of een item te maken om een baas op te roepen. Nimbus. 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 Ik ga gewoon even een beetje rondlopen. Ik bedoel, het is ons battle arena, hè? Dus waarom ook niet. Hallo huis. Nimbus, jij bent een vogel, je bent geen Nimbus. Je bent een zinloze vogel. Hallo. Ik heb gekild, want ik haat jou. Waarom heb je een paraplu? Hallo. Jij bent ook een regenvijand die we niet nodig hebben. We hebben Nimbussen nodig. Jij bent ook een regenvijand die we niet nodig hebben met je domme paraplu. Serieus, wie loopt er nou met een paraplu rond? Ik niet in ieder geval. Hallo. Nimbus. Marken. Jij bent geen Nimbus. Jij bent eng. Jij bent lelijk. Je bent gemeen. Je stinkt. Je hebt soep in je haar. Ik wil een Nimbus, jongens. Ik wil hem gewoon. Ja, zoals jullie dus weten, Nimbussen die spawnen alleen maar tijdens regen. Dus daarom wil ik zo graag een Nimbus hebben. Nimbus, je bent een vogel, je bent geen Nimbus. Je bent ook geen Nimbus. Ga weg! Ik wil een Nimbus nu meteen. Ik voel me nou eigenlijk net zo'n verwend kind, weet je wel. Zo van, ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het. Nimbus. Als we nou al een Nimbus zouden krijgen, dan zou ik zo'n blij konijntje zijn. Ik bedoel, Nimbus om nou al in het spel, om nu al in hard mode te krijgen, dat zou helemaal geweldig zijn. En dat wordt heel erg licht en daar ben ik niet blij mee, want dat wil zeggen dat de regen misschien al bijna voorbij is. En ik wil niet dat de regen voorbij is, want de spannende Nimbus is er niet meer. Nimbus, Nimbus, alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Oké, montage. Nimbus, mijn goede vriend. Jij wil vast en zeker wel zo'n rot droppen, hè? Ik haat jou. Nee. 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 Blijf regenen. Blijf regenen. Blijf! Oké, Nimbus. Weer niet eerlijk. Zo dat weer. Ik weet zeker dat het gaat weer gebeuren. Het gaat weer gebeuren. Dat ik eerst een banner of zo ga krijgen of iets. Ach ja, nou ja, laten we nog maar even wat extra Demon Altars breken. Dus aangezien dat we een Demon Altar niet echt meer nodig hebben voor dingen, ja, of we zouden een Eye of Cthulhu Summoner willen hebben. Maar ja, die hebben we nog. Dit is niet de plek waar ik heen wil. Ga weg jij. Ga weg. Je stinkt. Oké. Even kijken, dan zie je naar beneden toe. Oké, even mijn Magic Dagger gered. Hier, ik wist dat hij zou komen, hè. Ik wist dat hij zou komen. Oké, nou. En hier ook eventjes weer de hamertjes breken. Mithril! Titanium, kobalt, mithril, enge dude die we gaan negeren. Oh boy, heel veel engere dudes die we niet kunnen negeren allemaal. Ik ga het toch proberen, ik ga het toch proberen. Jullie zijn, au, pijnlijk.
Maar ik negeer jullie allemaal, ik negeer jullie allemaal. Ik negeer jullie, ik negeer jullie, ik negeer jullie, ik negeer jullie, ik negeer jullie allemaal. Want jullie zijn heel erg dom, want jullie hier stinken. Oké, ik weet ook niet waarom dat ik dat zei. En ah, ik heb Slowness! Ah, ik heb Slowness! Slowness, Slowness niet goed. Slowness is niet goed. Oh boy. Zijn jullie allemaal gedispawned? Ja, hè? Jullie zijn allemaal gedispawned, hè? Nee, jullie zijn dus niet gedispawned. Ah. Ik zou het zo fijn hebben gevonden als jullie dus gedispawned waren. Zijn jullie allemaal weg? Zijn jullie allemaal weg? Allemaal? Ik heb er nog zoveel te breken. Hé, kijk, Kobalt. Aangezien dat het nou toch niet regent. Oké, eventjes die. Mithril, hartstikke leuk. Even dit ook even breken. Ik breek het allemaal! Want ik ben asociaal! Ik sloop jullie huizen gewoon omdat ik het kan. Hallo! Hallo, ga dood. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Jij ook, ga dood, ga dood, ga dood. Ga dood, ga dood, ga dood. Oh, dat is irritant. Sorry voor die irritantheid. Sorry. Oké. Ik heb niet echt meer een fast clock nodig, dus jullie zijn zinloos. Dus wil je alsjeblieft doodgaan? Dank je. Oké, nou eventjes deze killen. En even die killen. En... Ik snap niet waarom dat ik begin te zingen als ik in paniek raak. Oké, health is nog in orde. Oké, eventjes deze helemaal kapot maken. Ik denk dat we zo wel genoeg zullen hebben dadelijk, hoor. Ik bedoel, moet je kijken hoeveel teksten dat er nou wel niet ondertussen alweer in beeld zijn verschenen, dus. Hallo. Ga dood. Allemaal. Jullie ook. Jij ook. Jij ook. Auw. Jullie doen nogal pijn. Echt, elke vijand is nou gewoon gevaarlijk. Echt, Gewoon, Ga weg. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Oké. Oh, Kan ik niet doorheen, hè. Daar ben ik minder enthousiast over. Dat is niet zo fijn. Oké, nou, zo te zien hebben we alles hier ook gehad. Oké, ik zag een beetje... Ja, dit is Demonite Ore, daar hebben we niet echt nodig. Daarom laat ik het gewoon liggen. Ik zag hier net dus een hele kleine chunk van kobalt liggen. Wat is aan deze kant, geloof ik? Ja. En dan kunnen we dus alleen maar mijnen met onze flame pickaxe. Flame. Oké, nou, daar hebben we in ieder geval. En dan had ik ook nog een hele grote... Jij lijkt op een... Ja, daar lijk jij op. Ik dacht dat het even Blood Moon was, maar het water is niet blauw, dus... Hi. Oké, hebben we hier nog meer wat we even makkelijk kunnen minen? Zo niet, dan gaan we heel eventjes terug naar die andere plek waar we het kunnen minen. Oké, seconde graag. Ah, hier is het. Oké, even een beetje licht graag. Oké, dus zoals ik al zei, deze is dus heel erg belangrijk om dat nu te minen. Ik raad niet aan om hier armor van te maken. Het enige wat we van kobalt armor, of van kobalt ore eigenlijk willen maken, is eigenlijk een pickaxe zodat we mithril kunnen pakken. Want het werkt eigenlijk zeg maar een beetje als volgt. Voor kobalt heb je dus zeg maar deze vurige pickaxe voor nodig. Voor de mithril heb je de kobalt pickaxe voor nodig. En voor de titanium heb je dus zeg maar de mithril pickaxe voor nodig. Maar mithril is ook heel erg belangrijk om een mithril anvil te maken. En om latere equipment van te maken. Dus oké, we hebben heel erg veel. En dan gaan we heel eventjes terug naar onze huis. Want volgens mij ligt hier niet echt veel. Ja, er ligt nog een demon altaar, maar we hebben er genoeg gesloopt dus. Volgens mij zitten we goed. Volgens mij wel, kijkertjes. Volgens mij... ik zag dat. Ik zag dat en jij gaat nu sterven! Dakje nimmers rot. Oeh, jij bent gevaarlijk. Je doet heel veel schade. Jij ook. Weg, 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 weg. Hey, een oude grap. Ah, de memories. Oké, nou, Magic Mirror. Gaan we heel eventjes kijken wat we dus zeg maar nog kunnen vinden. Want we hebben nog lange na niet genoeg kobold. Dus even kijken of we iets in de Hellvader hebben. Dat is water. Ik kom daar liever eigenlijk niet. Dat is tungsten. Ik zie bij onze Hellvader eigenlijk heel erg weinig van kobold. Daar ben ik niet zo blij mee. Dus ik zie tin. Ik zie zooi. Ik zie daar mithril. En nog meer... Oh, dit is emerald. Nou, lekker belangrijk. Wat is dat? Titanium! Oh, dat is nice dat dat dichtbij... Wat is dat? Lood. Echt helemaal niks, hè. Echt helemaal niks. Daar ben ik niet zo blij mee. Ligt er hier misschien ergens iets? Is er hier misschien iets gespand? En anders zou er gewoon een cave system in moeten gaan en gewoon de deentjes moeten trotseren die daarom staan te wachten.
Waar is dat? Is dat kobalt? Ah, daar hebben we een beetje kobalt. Oké. En we hebben natuurlijk ook nog onze ijsplek, waar we ook nog heel eventjes kunnen kijken. Wat is dat? Amethyst. Ik ben bang dat we echt met spelanker aan de gang moeten gaan, jongens. Want ik zie maar heel weinig wat er bij ons in de buurt gespawnd is. Maar goed, dat bewaren we dus allemaal voor de volgende aflevering. Dus ik ga heel eventjes naar de comment van de dag. En die was al opgenoemd, omdat die is een verloren opnames geweest. Mijn excuses nogmaals daarvoor. Hul, hul. Dus laten we eens heel eventjes gaan kijken. Wij gaan hier... Dan ga ik heel eventjes kijken. Episode 13 is van Arjan Aankin. Ik hoop dat ik je naam goed heb gezegd. Die had geschreven... Correctie! Skeleton kan wel items droppen, maar de kans daarop is niet 100%. Smiley face. Dat klopt. Ik heb bij de Skeletron, de baas die we hebben verslagen, dat grote vliegende skeletding, heb ik dus gezegd dat hij geen items zou kunnen droppen of niks echt nuttig zou kunnen droppen. Daar had ik het echt mis mee. Hij kan een hoeksel droppen, zover dat ik weet, uit mijn hoofd. Hij kan natuurlijk een trofee droppen. Hij kan ook zo'n masker droppen, als ik me niet vergis. En voor de rest weet ik het niet echt uit mijn hoofd, maar Arjan die had helemaal gelijk. Mijn excuus dat ik daar verkeerde informatie heb gegeven. Dus ja, je bent op de wall of awesome comments in de flashbackhuis terechtgekomen. Dus ik hoop dat je dat heel erg leuk vindt. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje of een vraag over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Ik lees ze allemaal. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Vanwege die let's play vloek, hè. Echt die let's play vloek. Maar goed, buiten dat. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien. Ik ga weer eventjes offscreen wat kruiden voor voedendols. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot morgen, jongens. Doei!